Vandaag is het 4 mei en staan we stil bij de doden van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven om ons in vrijheid te laten leven. Maar ook hen die volgens de Führer, Hitler, niet arisch genoeg waren en werden vermoord. Vandaag praten we over de rol van niet-Westse allochtonen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hebben het over de feiten, maar zeker ook over het belang van dit onderwerp. Want waarom is dat nou zo belangrijk? Mijn naam is Abdel Adami en u kijkt naar een InFocus Studio Special vanuit de OBA in Amsterdam. Een hele goede middag. Ja, de rol van niet-Westerse allochtonen staat vanmiddag centraal hier op 4 mei bij de NMO. En dat doen we met de volgende gasten. Naast mij staatssecretaris Mariette Jet Bussemaker. U bent staatssecretaris VWS. Welkom. Naast u Mohamed Asjeboen. U bent sinds 1985 onder andere heel erg bezig met de rol van niet-Westerse allochtonen. En u gaat vandaag ook vertellen waarom dat nou vooral zo is. En naast u Els Borst. Ja, van u weten we eigenlijk niet meer waar u van bent. U heeft zoveel dingen gedaan gedurende uw leven. U bent vicepremier geweest. U bent D66 politica geweest. Ja. Minister. Ja. En nu actief voor comité 4 en 5 mei. En waarom u zo actief bent, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar eerst. Recentelijk kwam ik er zelf achter dat mijn opa in de Tweede Wereldoorlog actief is geweest tegen het nazi-bewind. Wie was hij en waar stond hij nou voor? In de sporen van mijn opa. Mijn opa heet Mohammed Ben Abbas. Het enige dat mijn moeder en ik weten, is dat hij in Europa heeft gevochten. Maar meer weten we ook niet. Samen met mijn moeder ga ik op onderzoek uit. In de sporen van mijn opa. Spannend. Hey. Hey, jongen. Alles goed? Alles kets, jongen? Ja, gaan we doen. Hoe is dat? Is mama er? Ze staat volste macht op je te wachten. Ja, oké. Hey, mama. Nee, dat is goed. Mama, wanneer wist je nou dat opa in Europa had gevochten in de Tweede Wereldoorlog? Niet zo lang geleden. 10 jaar geleden. Dus dat hij ook hier geweest is. En, in Nederland? In Nederland. Wat was hij nou voor man, mijn opa? Nou, ik weet niet zo heel erg veel van hem. Dus ik was 1,5 jaar toen hij verongelukt in dood. Ik was de leeftijd van 10 jaar, 11 jaar. Hele goede man. Sterk man, getraind man. Ja, hij deed veel aan sport, hè? Ja, ja, hij doet veel sport en goede gelovige man. Mohammed Ben Abbas is volgens de documenten vanaf 1926 onderdeel van het Marokkaanse leger. Vanaf 1937 zit hij in Europa met zijn team als sergeant. In 1940 zou hij in Berlijn vast zijn komen te zitten. Maar wat deed hij in Europa en in welk kamp heeft hij precies vastgezeten? Uw vader is in 1926 in Franse militaire dienst gegaan. Hij was toen lid van het tirailleurs. Dat waren een soort infanteriegroep, het eerste regiment tirailleurs van Marokko. Hij is al in 37-38 naar Europa verscheept. Waarschijnlijk 37-38 al? Ja, naar Frankrijk toe. In 38 is heel logisch, want toen was de Duitse inval in Oostenrijk en toen voelde Frankrijk zich bedreigd. En toen hebben ze dus heel wat koloniale troepen, zoals dat toen heette, zeg maar, vanuit Noord-Afrika naar Frankrijk laten overkomen. Ze waren vrij slecht bewapend door het Franse leger. En dat betekent de Duitsers, die hadden een modern, goed georganiseerd leger. Dus die konden vrij makkelijk, werden ook gesteund door bommenwerpers, door Stukas, zeg maar. Dus die hebben uiteindelijk het Franse leger daar teruggedrongen. Wat verder uit de documenten ook blijkt, is dat hij op 21 mei in België krijgsgevangenen is gemaakt. Er is een hele discussie gaande waarin gezegd wordt van ja, waren er nu eigenlijk Marokkanen tijdens de Duitse inval in Nederland in de zuidelijke provincies aanwezig? Een aantal historici ontkennen dat omdat ze zeggen van ja, hier waren geen Marokkaanse regimenten. Overduidelijk is echter wel, er zijn meerdere verhalen zoals die u uit uw familie hebt waarin gesteld wordt dat er ook Marokkaanse soldaten meevochten in het Franse leger in Zeeland en in Brabant. Ja, en wat ook heel aardig is, er is hier een paar jaar terug in het Moergestelse, wat in Brabant ligt ook, is er een soort keukengerei gevonden. Dat was een archeologische vondst, dacht men. Toen is men dat nader gaan bestuderen en kwam men met behulp van een archeoloog die in Marokko was opgegroeid tot de conclusie dat dit Marokkaans keukengerei was uit de vorige eeuw, dus uit de 20e eeuw, zeg maar. Dus toch sporen uit Marokko, als het ware. Dat betekent, want in Moergestel waren inderdaad rond 11, 12 mei waren Franse troepen. Dus daar zal toen in ieder geval waarschijnlijk ook tenminste een Marokkaan bij zijn geweest.
Mohammed bin Abbas, mijn opa, moet het erg moeilijk hebben gehad. Want hij kwam in Stalag 2D, een prisoners of war camp, krijgsgevangenenkamp dus, in wat we tegenwoordig Polen noemen. Het was het grootste POW-kamp. Er zaten dan ook 6800 mensen vast. En die mochten ook maar één keer per 3 à 4 weken douchen. Luizen waren dan ook een groot probleem. Er mocht trouwens wel gesport worden. Er zijn verschillende studies verricht naar de behandeling van de Noord-Afrikaanse militairen in de verschillende krijgsgevangenkampen in Duitsland, Frankrijk en Polen. Uit die eerste interviews wordt in ieder geval heel duidelijk weer dat men daar die kampleiding heel denigrerend, zeg maar, op de gekleurde krijgsgevangenen reageerde. En dat had alles te maken natuurlijk met de ervaringen die de Duitsers nog hadden vanuit de Eerste Wereldoorlog, waarin toen ze verloren hadden, Frankrijk een deel van Duitsland liet bezetten door Frans-Afrikaanse troepen. En dat vonden de Ariërs in Duitsland op dat moment niet erg aardig. De soort eenheden waar mijn opa dus in zat, met wat voor uitdagingen zagen zij zich geconfronteerd? Wat was hun taak vooral? Nou, de taak was dus vooral het verdedigen van la patrie, hè? Dus Frankrijk, zeg maar, dat was het belangrijkste. Dat viel een beetje in duigen, omdat de Franse regering natuurlijk niet doorhad dat de Duitse troepen zo snel Frankrijk zouden bereiken en de Franse regering al moest capituleren. Dus de hele opzet om Frankrijk te verdedigen was eigenlijk al niet meer aan de orde, omdat men in België, zeg maar, als geallieerde een snelle nederlaag leed. Maar hij zat in ieder geval in een heel gedisciplineerde en goed getrainde eenheid. Het regiment tirailleur Marocain waren goed opgeleide soldaten die jarenlang een soldatentraining hadden gehad. Dat was ook wat anders dan de zogenaamde GOOMS die je had. Er waren echt wat 30.000 van, denk ik. Dat waren een soort paramilitaire mensen. Dus die waren over het algemeen boeren die zich net hadden aangemeld voor de bevrijding van Europa. En die werden dan als kanonnenvoer, zeg maar, naar Italië gestuurd. En die werden in de voorste linies gezet. Dit was de infanterie, dus dan zat je ook wel in de voorste linies natuurlijk. Uw vader is uiteindelijk sergeant geworden. Ik denk dus dat je wel kunt zeggen dat ze de gevaarlijkste opdrachten moesten innemen. Zo was het Franse leger wel georganiseerd. Dus de officieren en generaals die zorgden dat zeg maar de Marokkaanse troepen, zeg maar, in de meest hachelijke situaties terechtkwamen. Omdat men dat, ja, toch ook vanuit racistische oogmerken in die tijd, zoals ik al zei, en dat wordt ook in de geschiedenis wel bevestigd, echt als, ja, met een denigrerende term, als kanonnenvoer zag. Ce soir, il faut qu'on soit là-haut. Et même mort, on y sera. In de bevrijdingsjaren, dus de bevrijding van Europa, dus zeg maar vanaf 43 tot en met 45, die aantallen worden geschat op tussen de 40.000 en 75.000 Marokkanen die dus Italië mee hebben bevrijd. Grote steden als Napels, Rome, Florence, ook het hele berggebied daar hebben schoongemaakt. En het navrante is wel dat ze dus voor de poorten van Rome stonden. En toen heeft de paus gezegd van, maar ik wil niet dat Rome bevrijd wordt door Afrikanen. En toen hebben dus andere troepen hebben toen Rome dus de paus wilde bevrijden. Waarom wilde de paus niet dat door Afrikanen werd bevrijd? Nou, er was een vooroordeel in Italië, was een sterke afkeer, zeg maar, van zwarte soldaten. Er was ook een angst gezaaid van die zwarte soldaten, die zouden de oren afsnijden van burgers en van soldaten. Ze zouden vrouwen verkrachten, dus er was flink wat stemming gemaakt. Ik ben heel erg trots op hem. Ze hoort een man te zijn. Ja. Nou, en ik denk ook dat dat iets is waar we met dit boekje en ook andere boekjes van zijn natuurlijk meer geschreven, is dat er een soort waardering komt voor die soldaten met name. Want daar heeft het aan ontbroken van Tweede Wereldoorlog is echt een wereldoorlog. En in Nederland is dus vaak alleen maar gedacht van de Nederlanders die in het verzet zaten, dat waren de belangrijkste mensen en die hebben het allemaal gedaan en onze soldaten. Terwijl je, als je het in Europees perspectief ziet, dan zie je gewoon van hoe belangrijk dat andere landen daar ook en mensen uit die landen zijn geweest, waaronder de Marokkanen. Ik denk dat dat goed is te beseffen, niet alleen voor de Marokkanen in Nederland, maar gewoon ook voor de hele Nederlandse bevolking.
dat een Tweede Wereldoorlog echt een wereldoorlog was, waarin diverse mensen uit verschillende landen een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Heel veel van zijn kameraden hebben hun leven toen gegeven voor de vrijheid van Europa. Ja, goedemiddag. En nu kijk ik nog steeds naar In Focus Studio Special, omdat het vandaag 4 mei is. En staan we daarom ook stil bij hen die hun leven hebben gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Nog even aan de gasten, mevrouw Bussemaker. Wat doet het nou met u als u dit zo ziet? Nou, ik vind het heel indringend. Ook wel schokkend. Vooral die onderdelen die erop wijzen dat de Marokkanen vooral in de voorste linies mee moesten doen. Als waren ze kanonnenvoer. En vooral die opmerking dat de paus niet zou willen dat Rome bevrijd zou worden door Marokkanen, vind ik buitengewoon schokkend. Want nou, je ziet hierdoor ook dat racisme overal is. En je bent snel geneigd in het beeld van de Tweede Wereldoorlog goed tegenover fout te plaatsen. En de geallieerden zijn er natuurlijk dan altijd de goede. Ja. En ik denk dat het van groot belang is om daar ook het onderscheid in te blijven maken. Het laat overigens ook direct zien hoezeer de Tweede Wereldoorlog echt een wereldoorlog was. Ja, want laten we het iets breder trekken. En laten we inderdaad ook kijken wat u zegt, hè, naar de rol van de niet-westerse allochtonen. Want er wordt verwezen aan de Franse geallieerden, maar onder die vlag waren er ook heel veel niet-westerse allochtonen. Wat weet u daar zelf van? Nou, ik weet er wel iets van, maar als verantwoordelijk bewindspersoon voor oorlogsgetroffenen mag ik ook wel een beetje op de hoogte zijn van wat er speelt. Ja. Maar ik weet ook, kijk, de hele oorlog is natuurlijk heel lang het verhaal gedomineerd geweest door wat er zich hier heeft afgespeeld en de Holocaust. En natuurlijk kunnen we dat ook niet genoeg benadrukken. Maar de wereldoorlog is veel groter geweest. Ik heb zelf familie die in Nederlands-Indië zat. Nou, dat heeft ook heel erg lang geduurd voordat dat onderdeel bekend werd. Ook daar hebben heel veel niet-westerse allochtonen natuurlijk meegevochten. Ja. Je weet het van de Algerijnen, van de Marokkanen. Je weet het ook van mensen uit de Antillen. Ik vond het zelf wel een ontdekking toen ik voor het eerst van Maduro hoorde. Want Madurodam kent iedereen natuurlijk. Maar dat dat naar een verzetsheld is genoemd, nou, dat wist ik als kind in ieder geval niet. Nee. Want meneer Asseboen, u bent voor heel veel mensen al eigenlijk al een bekendheid geworden vanwege het onderwerp. Want u kwam er in 1985 achter dat er Marokkanen begraven lagen in Nederland vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt. Niet alleen in 1985. Ik heb het ook als jongen meegemaakt toen ik nog in Marokko zat. Want heel veel familie van mij, ooms en ook grootvaders, die zijn ook tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven. Ik ben hier in Nederland mee begonnen toen ik achterkwam dat ook hier in Nederland de Marokkanen liggen begraven die in Nederland in het begin van mei 1940 verdedigd. Ja. Hier liggen begraven. Toen ben ik daarmee begonnen, heb ik onderzoek gedaan. En sindsdien probeerde ik ieder jaar, en nog steeds probeer ik ieder jaar, gezamenlijk met veel Marokkanen, maar ook Nederlanders, 4 en 5 mei te herdenken, maar ook op 14 mei in Zeeland. Ja, want u doet onderzoek, u organiseert, u doet nogal wat als het gaat om dit onderwerp. Waarom intrigeert dit u zo? Ik ben altijd iemand die bruggen slaat tussen de bevolkingsgroepen. En ook vaak bindingselementen probeert naar voren te halen om de samenleving wat dienen gezamenlijk te doen. Ja, en echt een samenleving te maken. Maar ook daarnaast wil ik de negatieve beeldvorming over de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland in een positieve zin te verbeteren. Ja. Probeer ik deze dan geschiedenis die eigenlijk vergeten, want we hebben net een verhaal. Er zijn heel veel mensen al jaren niet durfden over te praten, omdat ze altijd met hun eigen oorlog waren. Want zoals veel mensen weten, ondanks de belofte van de geallieerden, als Marokko geallieerden zouden helpen om de Duitsers te verslaan, zouden ze gelijk na de bevrijding van Europa Marokko onafhankelijkheid krijgen of worden. Maar het is niet gebeurd. Pas na 11 jaar doorvechten zijn we pas in 1956 onafhankelijk geworden. Ja. Er zijn ook heel wat onafhankelijkheidsstrijders vanuit Marokko en Algerije vermoord ook. Omdat heel veel. Ze